decoratie heet decoratie omdat wij decors maken. Hè? Maar daar stopt het niet. Scenografie, dat kan plaatsvinden in een theater met een regisseur rond een bepaald stuk. Maar dat kan net zo goed plaatsvinden met een groep jongeren in een sociale woonwijk. In deze wijk is scenografie handig. Scenografie is een goede manier om een concreet gesprek aan te gaan. Het is zeer gemakkelijk om je te vragen welke ruimte moet ik voor u bouwen. Als je naar de stad kijkt, dan kun je die stad zien als gebouwde macht. Bouwen in steen, ja, dat vergt superveel overtuigingskracht, geld. Dus ruimte als burger is vaak gelinkt aan bureaucratie. En je eigen ruimte mogen bouwen, die dan ook nog eens mag blijven staan, is echt wel een privilege dat niet veel mensen hebben. En heel decoratie is eigenlijk een tool om ze zo snel mogelijk tot ruimte te kunnen komen. We zijn hier nog maar 4 maanden nu. En daarvoor zaten wij 300 meter verder aan de andere kant van het kanaal. Het is hier geen gemakkelijke buurt. Het is ook geen hele moeilijke buurt. Een hele diverse buurt. En we zouden nergens anders willen zitten dan hier. Dat mag ik missen. Zo streetwise ben ik nog niet. Twee grote handels hier nu. Vroeger was dat allemaal vlees. En nu, en hier zie je dat perfect. Een groot deel is tweedehands autohandel. En nu veel meer op aan het komen is tweedehands kleding. En die gebruiken die oude vleeshallen van 20, 30 jaar geleden, die daar weg zijn moeten gaan omdat de Europese regels rond vlees super streng geworden zijn. Maar dat is op zich interessant als je ziet hoe die autohandel zich hier georganiseerd heeft de laatste 40 jaar in deze buurt. Dat is een economie die van een Libanese diaspora is gekomen. Een groep vluchtelingen die best veel geld in Brussel hebben binnengebracht. Als je dan kijkt naar wat dat Citroën in Brussel gekregen heeft, of Renault Vilvoort, om kortgeschoolde mensen een job te kunnen geven, wat aan subsidies dat er gegeven wordt aan grote bedrijven. En dan achteraf wordt een gebouw nog opgekocht om er een kunstcentrum van te maken. Beeld u in dat ze evenveel geld daarin hadden gestoken, in een veel chaotischere handel, die bestaat uit 100 kleine garages. Beeld u in dat ze daar een kleine haven hadden gemaakt, dan zou die industrie misschien de grootste recyclagepark van Europa geweest kunnen zijn. Pas op voor die stenen. Dat is wel echt. Hoe kun je hier nu niet pijn van krijgen? Maar niet nostalgisch zijn. Maar dus hier zaten we 3 jaar. Maar ze zijn nu begonnen sinds deze week met afbraak. Want ze gaan hier een kinderdagverblijf en een park van maken. Ze kunnen hier nu niet meer in, maar als je goed kijkt. Je hebt hier die lange hal. Daar vanachter was ons atelier. En het gat dat wij in de muur hebben gemaakt is er nog altijd. Want achter dit gebouw is er nog een ander gebouw dat niet van ons was. Dan hebben we een gatje gemaakt in onze muur. En dan hebben we gedurende een jaar met een groep mensen die nieuw zijn in Brussel, maar die soms hier al heel lang wonen, in het geheim een geheim park gemaakt. Een soort geheime tuin. En een van die mensen was bijvoorbeeld Barry, die nu nog in het atelier werkt. J'ai mon pied qui me fait mal. J'ai vécu beaucoup de torture à Libye. C'est tout ça qui me fait mal maintenant. Et ici, c'est mon atelier à moi. C'est Joseph qui m'a proposé cet atelier. Je suis vraiment, vraiment content. Et voilà la première chose que j'ai mis dans mon atelier. Ik geloof totaal niet in top-down projecten die in zo'n buurt binnenkomen, 2 maanden iets doen en denken dat ze daarmee iets wezenlijk kunnen veranderen. En de Kwadi heeft altijd beseft dat een project van 10 jaar is. Die kleinschaligheid en het bottom-up gegeven is in de realiteit van Brussel zoveel toegankelijker en zoveel nuttiger. Ça donne bien? Mais on n'est pas encore prêt, je crois. J'aime pas trop la lumière. Parce que maintenant, ça donne tout un peu jaune. Ja, mais il est en train de le faire, je crois. Voilà. Oui, c'est bien. Grote instituten kunnen veel, maar wat ze niet zo goed kunnen, is vrijheid geven aan jonge kunstenaars om aldoende hun eigen ruimte te leren kennen. En als je nadenkt over de ruimte die je iemand geeft, is eigenlijk de macht die je iemand geeft. Ici à Décoratelier, on est là pour se donner des idées. Tu penses, tu fais. Ici, tu vois, en été, tous les arbres ont des couleurs vertes. Et dès que la fraîcheur vient, les feuilles vont te donner une autre couleur. Il y a vert, il y a rouge, il y a orange, il y a tout. En door het over ruimte te hebben, moeten we het over heel veel andere dingen niet hebben. En daarom dat er zoveel aandacht aan architectuur gegeven wordt, denk ik.
je kunt kijken naar Kanaal bijvoorbeeld. Dan heb je fantastische architecten die nu jaren gaan werken op een gebouw. En dan spreken we met die architecten, die wonen hier niet zo ver vandaan. En dan proberen die in die ruimte een openheid te creëren. Veel vitrines, glazen, straten doorheen dat gebouw. Hopende dat dat gebouw dermate gedefinieerd is dat de mensen die daar later in gaan werken, op een bepaalde manier gaan ageren en bepaalde keuzes gaan nemen. En soms lijkt dat een omweg. Maar soms heb ik het gevoel dat er net iets te veel hoop in een ruimte geduwd wordt. Hoeveel extra glazen panelen kun je eigenlijk in een façade steken voordat je doorhebt dat er misschien andere dingen nodig zijn om de jongeren van de buurt binnen te krijgen? Dus als we ruimte bouwen, dan maken wij nooit een verschil tussen de ruimte van de scenografie op scène of de ruimte van de stad. Omdat dat uiteindelijk altijd over dezelfde vorm van onderhandeling gaat. Van de choreograaf en de ruimte of van de verlangens van de danser met het tourschema. Al die verschillende verlangens en het conflict dat oplevert. En het is daar waar wij steeds beter in proberen worden. Om dat niet te schuwen, maar daar juist op te vertrouwen dat de ruimte zal vormgeven.